have 370 students, of which 200 are under the sponsorship program, and they are being supported by Sponsoring Children Uganda. And I would like to take this opportunity on behalf of the school administration and the board to thank HELS a lot for the commitment and the resolve commitment in the last 10 years. So the school was built with money from the Belgian government. We opened the school in 2005. At that time, there was still the rehabilitation center and the school. So we coexisted together. We did trauma counseling and other activities for those who came directly from captivity. Later on, we closed the rehabilitation center because, as you know, the LRA moved to Congo. De Rakele-school in Lira in Noord-Oeganda is een modelschool in Afrika. Prachtige en groene binnenpleinen, propere klaslokalen en slaapzalen en goede leerkrachten. Alle scholieren zijn intern. Om de werking van de school draaiende te houden, moet elke leerling zo'n €350 per jaar betalen. Could these children go to school without scholarship? The majority of them, no, they cannot. The majority of them, because generally speaking, the people in the north are poor. Then secondly, many of the students were affected by the war, and many of them are dropped out, especially if you send them home to go and collect some little money, for instance, to top up something for their books and anything of the sort. You see that they cannot manage. Naast de gewone schoolvakken leren de jongeren naar eigen keuze een beroep. Schrijnwerker, kleermaker, tuinier. En er wordt zoveel mogelijk zelfvoorzienend gewerkt in de school. Ja, we maken beds, chairs, doors, beehives and very many things. All for the school. And maybe we make furniture for the school use and then even others for selling. Ook de schooluniformen worden gemaakt door de leerlingen. De verantwoordelijke van het magazijn is een ex-kindsoldaat en een ex-leerlinge van de school. Voor heel veel kinderen, ex-kindsoldaten. In totaal hadden wij dus 3.300 kinderen. Verschillende daarvan zijn intussen afgestudeerd. 35 zijn naar de universiteit gegaan, ook met geld van de sponsors. Dus wij betalen schoolgeld aan 33 scholen in Noord- en Oost-Oeganda. Vorig jaar bijvoorbeeld hebben wij voor €220.000 aan schoolgeld betaald met het geld van de sponsors in België, in Nederland, in Italië, in andere landen. Betty werd als kind door Koni ontvoerd en ze werd zwaar mishandeld. Nu is ze de verpleegster van de school. After coming back from the bush, I went to an rehabilitation center. After finishing my rehabilitation, I got a sponsorship through Hels de Tameraman, a Belgian lady. So I was also in sponsoring children in Uganda through Belgium government, and I would like to thank them so much for what they have done. As I talk now, I'm now a nurse. Walter, een van de leraars van de school, was ooit een kindsoldaat en hij liep zware trauma's op door zijn ontvoering. Yeah, sponsorship is a good system because without sponsorship, many of us we are going to be leftovers. And many of us we are going to be dropouts. So sponsorship has helped a lot. Because as I talk now, I didn't expect myself to be a teacher. I was abducted in 2000 and I came out in 2004. The leg had been shot, after shot, and then it has been infected with a disease, a chronic disease. At the beginning I had some fear, a bit of fear. How do you feel now?
So I'm now I feel that as if I'm seeing as if my future now open. When you are back, you are new in the community, people can backbite on you. I was so fear. Then later I started learning how to stay in the community, but now I'm very happy that people from our community, they can love and they can care. Uit onze eindevaluatie in Lira is gebleken dat de meerderheid van de kinderen het psychologisch goed stellen. Driekwart van de kinderen stelt het zeer goed, heeft geen enkel psychologisch probleem nog. 20% stelt het redelijk goed, dat bleek uit de eindevaluatie. 6% heeft op dit moment nog ernstige psychologische problemen. Almost all the teachers are trained for counseling and career guidance. But when the case becomes too much, again we send them to the other center for children in vulnerable situation. De bedoeling is om onderzoek verder te doen naar die kinderen die nu naar huis zijn gegaan en waarvan we dus wel nog heel veel informatie hebben. Dus we willen die verder opvolgen. We willen ook zorgen dat er een cel is waar psychosociale hulp nog verleend wordt aan kinderen of gezinnen of communities die het nodig zouden hebben. Op die manier is dus het centrum, CCVS, Center for Children in Vulnerable Situations, het centrum voor kinderen in kwetsbare situaties, tot stand gekomen dat een samenwerkingsovereenkomst is tussen drie Belgische universiteiten, de VUB, de KUL en Rijksuniversiteit Gent. De meeste kinderen die steun krijgen van de Sponsoring Children ouders zijn erg gemotiveerd. Ze beseffen dat ze unieke kansen krijgen. My name is Akula Alva Jacqueline. I've stayed in sponsorship for 8 years. I like to be a doctress in future. My name is Natasha Anfielder. I stay in sponsorship for 4 years. I like to be an accountant. I'm called Opio Sam. It's my name and I've taken in fact 9 years in the sponsorship and I would like to be the engineer in future. My name is Carlo Kyle Manuel. I've taken now 7 years in sponsorship. Now I want to be a journalist. My name is Akod Pascal. I've been in sponsorship for 7 years. After I finish study, I want to be a teacher. You here might think that the LRA problem is finished, but this is not true. The LRA problem is continuing. And Kony is now in the Central African Republic. He moves between Darfur and the Central African Republic. And from there he attacks Congo. Arua, op de grens van Oeganda en Congo, krijgt het personeel van het nieuwe opvangcentrum in Dungu in Congo opleiding van coördinator George, van psycholoog Lieve en van Els. Oui, beaucoup de enfants que on a reçus avaient des signes similaires des gens qui sortent d'une secte. Heel belangrijk op welke manier we de mensen die in het veld staan, die dus dagelijks met die kinderen geconfronteerd worden met die verhalen, op welke manier we die beter kunnen ondersteunen. Want dat is natuurlijk iets wat zeer, zeer zwaar is om te dragen. Dat is ook zeg maar een ervaring die we meenemen uit het verleden, die we opgedaan hebben in het rehabilitatiecentrum in Oeganda. Eigenlijk hulp geven aan hulpverlening. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Counseling voor de counselors. De begeleiders van het centrum in Congo kunnen leren uit de lessen die getrokken worden uit de jarenlange ervaring in het noorden van Oeganda. All of us go to the finish line. De nouveau esclavagisme. And it's a shame for Africa. C'est une honte pour l'Afrique. All this is happening to our children with the UN around, with all the governments in the region around. Ça c'est la fille Deborah quand elle entrait dans le centre. Et ça c'est la même fille 3 mois plus tard. Il faut surtout regarder les yeux. Ça c'est Sam quand il est arrivé au centre. Et ça c'est le même Sam 3 mois plus tard. Ça c'est Alex quand il est arrivé. Vous voyez, il ne nous est pas
regardez dans les yeux. Vous êtes... Et puis ça c'est Alex, 3 mois plus tard. Non, smiley. Ça c'est Bosco. Regarde les yeux, hein. Traumatisé. Et puis ça c'est Bosco, 3 mois plus tard. In het Elikia-centrum in Dungu in Congo is er nog geen school. Hier moeten de kinderen vooral herstellen van hun trauma's. De situatie hier in Congo is slightly different. In Uganda, northern Uganda, we were getting children directly from captivity. But here we are getting children who had already passed through other NGOs and in the community. But they still experience some severe trauma. Er worden wel lessen Frans gegeven, omdat de meeste kinderen die ontvoerd werden, Acholi, de taal van Koni, moesten leren. Le voyelle et quelques consonnes. Assemble. Ils étaient forcés d'apprendre l'Acholi, parce qu'au cas contraire, celui qui ne s'efforçait pas pour apprendre leur langue pouvait être tué. C'est comme ça qu'ils n'avaient pas de choix. In Dungu hebben wij opnieuw een opvangcentrum voor kindsoldaten. Dus daar doen wij trauma counseling, groepssessies, groepstherapie. Daar doen wij individuele therapie, zoals in Lira. Bijvoorbeeld, wij leren die kinderen om zich te uiten. De ergste details uit het rebellenleger, uit wat ze hebben meegemaakt, moet op een of andere manier naar buiten komen. Wij zeggen altijd, het is alsof wij hen moeten helpen om over te geven. Ils viennent de me présenter petit théâtre. Nous avons vu comment on les avait attrapés. C'est-à-dire, ils étaient dans l'église, les scélérats sont venus les récupérer. Et ils ont tué même d'autres enfants sur place. Through the role play, it helps them to understand their own experience when they were there. So with the support of the counselor after the play, there'll be a debriefing. So that they begin to understand their experience. Ook hier in Dungu zijn alle kinderen intern. Ok, maintenant nous avons 50 enfants et 3 bébés. Mais dans le futur, après finissage de construction, on aura besoin de 150 enfants. Binnenkort komt er ook een school in het centrum. De nieuwe school en slaapzalen zijn nog in opbouw. De grond is van de katholieke kerk en de werking van het centrum wordt betaald door de Belgische regering. De gebouwen worden betaald door de Amerikaanse organisatie Invisible Children. So we're not only helping with the construction of the main block, which is already complete, and 4 additional blocks for classrooms and dormitories, but we've also supplied solar power, the water supply, and are looking into supporting in other ways the activities of the center, specifically reintegration. Les enfants restent combien de temps ici? Donc par enfant il fait 6 mois. Wat het voordeel is van zo'n centrum is dat ze daar allemaal bij elkaar zijn en allemaal hetzelfde hebben meegemaakt. Dus ze kunnen daar met elkaar vrijuit praten over het leven in het rebellenleger. Ze moeten zich niet schamen, ze moeten geen schuldgevoelens hebben. Iedereen weet wat hen overkomen is. Iedereen weet dat ze ontvoerd geweest zijn. Iedereen weet dat ze gedwongen waren. Dat als ze niet meededen aan de moordpartij, dat ze zelf zouden vermoord worden. Iedereen begrijpt dat. Kokata bilanga na pe balakisa kingai kobeta munduki mosala ya basoda bapesa kingai pe munduki tokenda ki kobeta batu kopie biloko na batu na faraji na koiba koboma pe batu nde na eko bima na zasika na santre elikia
awa bazo sunganga na ba formation ya ko sala makambo ya mabe mabete na pe mo sala ya maboko. Bon, sika na zina posa na kozonga na klase na mbula ekoya. Eloko zaki ko sala nga mingi na mboka la bisho sika na zaki ko fanda. Na zaki ko fanda na bangobo, batu basi ba inaki nga nyosu, balobi ke tenga na zamo la ele rana, ute pra ba ele rana, zamo asi na bango, kengana zaki ko linga bango, tu zaki ko bima kubo mabato. Na kende kubo na mai kaka mape, bako kablenga kura mako bako na zamo na ba ele. Nde papa la nga mboboti ya boti nga lobi te, tango batu na satre rike balonga ba kira nyangara, balobi te mwana nga, loka awa bazo sengela la bino ifalo longo la ta ozonga kuna nde baya batuna satre liki bakendeki bazinga bayena ngai awa nazali kufanda bien naza kuzoma kanisi ya kitoko pe nazali suna makambo te mtu moko ta weko bena na elera bona bimaki na mona ki mama na ngaza aza kita kufaki ngala sepeli na klase po klase kusunga nga mingi na vira kala libotera biso batu batangi baza mingi pona moni ndenge na bimi na komi awa na centre makambo yo bapesa mate yo bapesa pona biso SPL sa pe efunga mayele na les trois bébés de nos filles et mères, ce sont les trois bébés de nos filles et mères ici au centre. Elles étaient revenues quand elles étaient à centre. Une était revenue avec un bébé. Et les deux étaient revenus quand elle était enceinte. Elles ont été violées. Tu vois, il y a un gars qui a été fait pour le frère Fukumba. Il y a un gars qui a été fait pour le Fukumba. Il y a un gars qui a été fait pour le Fukumba. Il y a un gars qui a été fait pour le Fukumba. Il y a un gars qui a été fait pour le Fukumba. Il y a un gars qui a été fait pour le Fukumba. Chifo kwa chinjirora anandu anandu kajoba sungoni anato sungo hiki akine mindu kara yo foko na bebude na katarsa. We hadden heel veel meisjes die terugkeerden zwanger, die dus als seksslavinnen gegeven waren aan de commandanten en die terugkeerden met ofwel kinderen ofwel zwanger waren. De meisjes hielden wij in het centrum tot zekere maand na de bevalling. Omdat het moment van de bevalling, hadden wij geleerd, was altijd zeer kritiek. Veel van die meisjes verstoten hun kinderen, weigerden om bijvoorbeeld borstvoeding te geven. Die kinderen, één meisje heeft haar baby vermoord. Ik doe zo'n trainetje pas om je gaan gapen. Mijn enkele kaga gaat kerasje. Wat je gaat trainen ga ik mijn gaat kerasje daar kafutje. Mais après les 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Oui, après les 6 mois, nous allons préparer la réinsertion communautaire. Et aussi leur remettre les kits de réinsertion pour pouvoir les aider dans la communauté. De meeste kinderen hier hebben voorlopig geen geld of sponsoring om naar school te kunnen gaan. In afwachting leren ze een beroep naar eigen keuze. Chez eux, au village, il n'y a pas de tailleur. Quand ils seront à la maison, ils vont bien gagner leur vie en travaillant. The challenge we have here in Congo is that most of the parents are very poor. They can't send their children to school. Experience in northern Uganda and elsewhere has realized that education is the best way of normalizing the life of a child affected by war. So when they go back and start leading a more productive life, they get more acceptable. In Oeganda kunnen er vele kinderen naar school gaan dankzij VZW Kindsoldaten. In Congo zijn er nog geen kinderen gesponsord. I think given our experience in northern Uganda, where we have a community of sponsor parents, over the last 10 years they have been investing in making contribution to the education of children in northern Uganda. Some of them have now graduated, some of them are teachers, some of them are lawyers, even some of them are doing medicine. Some are doing in other occupation, of which without the support of the community of sponsor parents, they would not have had that opportunity. So that's why I'm appealing to the goodwill to extend
it to Congo here to support the children, so that at least they are given hope to have a future. And most of them, as I talk to them, they all say they want to go back to school. But they can't afford it. But they can't afford it. Voor elke traumabehandeling is dansen en zingen belangrijk. En dat doen ze in Ilikia.